Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben op stal en het is ochtend. En ik heb zometeen met Henzo een eventing derby. Wij starten in de categorie B. En dit is in Utrecht. En Marinka gaat met Toby. Hè, Tobias. Henzo die krijgt te weinig aandacht. We hebben net alle paarden al op de wei gezet. En alles voorbereid. Mijn spullen liggen al in de vrachtwagen. En zometeen gaat Henzo in de vrachtwagen. Ja, volgens mij heeft hij er best wel veel zin in. Ik heb er in ieder geval zin in. Henzo. Wij zijn aangekomen op het crossterrein hier en het ziet er allemaal heel leuk uit en we gaan nu parcours lopen. Ja, dat was goed hè. Goed been houden. Braaf. Niet wegduwen. Recht. Perfect. Stappen! Ja, sorry, excuses. Oh. Ja, heel spannend, hè. Waar de fuck is 6? Oh, daar. Ja, goed zo. Kom op. Ja. Opletten nu. Ja, dat is water. Kom op. Yeah.
opletten. Kom op. Ja. Goed zo, jongen. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Aan je been. Ritme. Hou been, hè? Heel goed. Goed gedaan. Perfect, die maar. Nog een keer zo dat water in. Dat hoekje of zo. Wij zitten weer in de vrachtwagen op weg naar stal. Je hebt kunnen zien hoe het ging. Ik vond het zelf heel goed gaan. We hadden op de hindernissen geen weigeringen. Deed hij allemaal heel goed en in één keer. Alleen het water.
vond hij de eerste keer een beetje spannend, wou hij niet in. Dus toen had ik hem er even goed voor gezet en daarna voltje gedraaid en toen liep hij er gewoon in één keer in daarna. Ja, ik ben echt super tevreden met hoe hij het deed. Het was echt super leuk. Het waren ook echt hele leuke hindernissen en het was heel goed georganiseerd en het was heel leuk. Dus helemaal voor wat onervaren paarden was dit echt wel een hele leuke en goede optie. Ik heb het erg naar mijn zin gehad.